Home Assistant installeren op je SD-kaart. Zorg als eerst eventjes dat je SD-kaartje in de computer zit. En vervolgens kan je de Etcher app gaan openen. Als die helemaal geopend is, dan ga je naar Flashprogram URL. En daar plak je de URL die je net hebt gekopieerd van de Home Assistant pagina. Als je dat gedaan hebt, dan klik je op OK. En nu selecteer je de SD-kaart welke je wil gebruiken. Let wel eventjes goed op dat je de goede installeert, want hij gaat je SD-kaartje formateren. En dan is alles weg. Dus mocht je de verkeerde selecteren, dan ben je alles kwijt. Dus let er eventjes goed op. Vervolgens klik je op Select en klik je op Flash. En nu gaat die Home Assistant op jouw SD-kaartje installeren. Nu is die klaar. Nu staat Home Assistant op jouw SD-kaartje en kan je hem dus in je Raspberry Pi stoppen. En je sluit je Raspberry Pi aan en dan wordt Home Assistant automatisch opgestart.